zitten we in Falling Color Block, waar we Mad Block hebben, Color Block, Team Block, alle blokken die je maar kunt hebben. En ik heb hier een teamgenootje bij mij, zoiets zien. Ik heb hem net gekocht in de Pet Store. Ik vond het wel heel erg geinig. We moeten hem alleen nog een naam geven. Dus heb jij een leuke naam voor dit beestje? Laat het weten. We doen even de dolfin. En ik heb heel erg veel zin in deze aflevering. Oké, we beginnen met de gewone standaard Color Falling Block. En we moeten op de juiste kleur gaan staan. Macroon. Dat is deze roodachtige bruine kleur. Staat al goed. En er is al iemand gevallen. En het probleem is hier, als je hier fout valt, dan kun je ook gewoon pech hebben om gelijk op de grond te vallen naar beneden. Zoals die dame daar. We moeten nu op deze soort groene kleur gaan staan. Met ons beestje. En ik ben heel benieuwd waar wij gaan komen. Hoe ver we het gaan schoppen. Maar dat gaan we zo zien natuurlijk. Gaan we deze halen? Laat het weten in de comments. Ik moet zeggen, deze is iets lastiger dan de gewone... Nee! Ik heb een speedcoil erbij gehaald. Als ik dan last minute de kleur zie, kan ik er hopelijk naartoe rennen. We zitten in Falling Block. En ja, overal waar je dus opkomt, valt naar beneden. Dus we moeten zorgen dat we hier ons best doen. Want, niet achter mij aan zitten, jongens. Niet doen. Vind ik niet leuk. Ik vind het heel spannend. Oké, ik ga kijken. Je kunt heel even op een blok staan en dan verdwijnt hij. Oké, we gaan gewoon zo lang mogelijk proberen om op dit level te blijven. Voor we eentje naar beneden zakken. En ik denk dat dat gaat gebeuren. Oh, oké, dit is gevaarlijk. Zorg dat ik vooral niet op een blok ga vallen waar iemand anders is. Dus nu op tweede verdieping. Oh, oké. Er zijn al mensen die lager zijn. En het is eigenlijk gewoon de bedoeling dat je zo lang mogelijk hoog blijft. Oké, goed. Ik zit nog steeds op de paarse level. Als enigste eigenlijk. Oeh, dit gaat goed. Dit gaat net goed. Hoe lang kunnen we het hier uithouden? Oké. Oké, ik denk dat ik dit niet meer haal. Oh, nee! Oké, we zitten in Mad Block. En dus we moeten gaan rekenen. En ik heb een gravity coil. 7. Waar is 7? 7 is roze. En deze is iets lastiger, want je ziet de kleur niet. Dus je moet eerst rekenen en dan moet je kijken welke kleur dat nummertje heeft. Oké, dat is 10. En 10 is blauw. Blue. En zoals je kunt zien, ik heb een gravity coil. Dus ik blijf langer in de lucht. Waardoor als ik net last minute de kleur niet zie, zoals bijvoorbeeld. Dan kan ik heel erg hoog springen om toch nog een seconde of 2 mee te nemen. En hopelijk goed te landen. Waar is 3? 3 is zwart. Oké, we staan goed. Iedereen staat, zoals je kunt zien. En bam. We zetten toch op de eerste verdieping, als ik het zo moet zeggen. 10. 10, welke kleur was dat? Dat was blauw. Oké, kijk. Ik heb nog genoeg tijd, maar zo dadelijk hebben we wat minder tijd. En dan hoop ik dat we het nog steeds gaan halen. 10. We hebben weer hier een 10. Ik had deze zelf, vind ik gewoon leuk om even een kleine challenge te maken. We zijn nog met best veel en ik zie niemand hieronder. Nog een keer een 10. 10 is hier. En ik ben benieuwd inderdaad of al iemand gezakt is. Niemand is gezakt. Iedereen zit toch hier. We hebben 6. En 6 is hier. Dat is de paarse kleur. De kleur van mijn pet. Die nog steeds naamloos is. We hebben 10. Kijk, op een gegeven moment ga je de nummers wel onthouden van bij kleur. Dus dat is wel fijn. 9. Waar is 9? 9 is groen. Nog steeds zie ik niemand onder ons. 10. Nee, oh, ik wou even spannend gaan doen en naar deze gaan. Maar ik zal de timer op 2 seconden. 3, 4. 4 is blauw en daar sta ik mooi al op. Dus mooi. We hebben niet meer heel veel tijd. 7, 7. Waar is 7? 7 is hier. Dat is wat ik bedoel. Ik had dat waarschijnlijk niet gehaald. 7. Hier is weer roze. Kijk, had ik anders niet gehaald. Alleen ik en het meisje nog nummer 10. En dat is hier. 10. 10. Oh nee, dat is spannend. Wie gaat erin? Oké, 9. Waar is 9? Dus je kunt zien, ik haal het maar net. Na 7 moeten we gaan. Omdat ik dus die gravity coil heb. 9, waar is 9? Waar is 9? Help! Oh, naar 10 moeten we gaan. Oké, kijk, wat je ding is, ik ben niet direct af. Maar je moet wel zorgen dat je niet helemaal naar beneden valt, rechtdoor. Want dan ben je alsnog af. 10. Oh, dit is heel spannend, jongens. Oh, zij heeft hem ook maar net gehaald. We moeten naar... Waar is hij? Waar is hij? Oké, hier. Kijk. Dat is nice. Want je kunt dus aan last minute... Waar is 6? Waar is 6? Nee! Oh, we hebben zoveel geluk. Net de grond weer stabiel was, om het zo even te zeggen. Oké, we zitten op de bijna laatste grond. Dus dat betekent dat wij dit echt moeten halen. Of zij moet ineens naar beneden stuiteren. Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Gravity coil kunnen we nog gebruiken als de grond zakt. Maar zoals ik zeg, 6, waar is 6, waar is 6, waar is 6? We zitten op de laatste verdieping. Waar is 6? Oh, jongens. Ja, ik heb het niet gehaald, denk ik. Color block en we doen het alleen. Oké, er staan een aantal mensen op mijn verdieping. Oh, ik stond niet op de juiste kleur. Letterlijk niet op de juiste kleur. Is het deze? Ja. Welke kleur hebben we nu? Rood. Rood. Niet de juiste kleur. Oh, ik heb gewonnen. Ik heb freaking gewonnen, jongens. Hey, we doen de dolfin nog een keer. Hey, ik heb gewonnen. Ik had het niet verwacht, maar ik heb het toch gehaald. Like de video. Het woord van vandaag is coil. En wil je dit vaker zien of een andere game in Roblox? Like, reageer, abonneer en tot de volgende keer. Adios.